Salute. Salute. Welkom bij Pepe's Pizza. Vandaag heb ik mijn beste maten aan tafel. Een van mijn beste maten is Pepe en zijn lievelingpizza is worst en aubergine, worst salsiccia. En die gaan we speciaal klaarmaken, maar we gaan beginnen met het klaarmaken van de pizzadeeg. Mensen, welkom amici, su Pepe's Pizza. Mambo Italiano, eh Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabresi do the Mambo like a crazy with a... Shake a baby, shake a cause of lover when you take a me. Nice. Onze pizzabodem heeft mooi gerust, heel mooi gerezen, mooi luchtig. We gaan eigenlijk afwerken met de typische farina 00. Dat is eigenlijk een zachte tarwebloem. Zalig mooi. Die mooi aanduwen, met respect altijd voor uw bodem. Dan heb ik voornaamst één keer dat het zo is. Uw handen mooi been met de bodem. Prachtig als je vrienden komen eten en je hebt gezegd, dat heb ik zelf gemaakt. Kijk eens hier, mooi rond. Pizzabodem is klaar, we zijn klaar om de pizza te beleggen. Daarvoor gaan we onze aubergine mooi schillen en die gaan we heel krokant bakken. Dat is eigenlijk ook voornaamst dat de aubergine heel krokant wordt gebakken. Eigenlijk de groente van het Zuiderse Italië, la melanzana. In het Zuiders of in het dialect la melingiana. Echt prachtig, die gaan we mooi zuiver maken. Kleine blokjes van maken. Niet van die dikke stukken. Waarom? Je aubergine moet heel krokant op die pizza zijn. Heel mooi bruin gebakken. Dat is eigenlijk trouwens ook een van mijn lievelingspizza. Die met aubergine. Salsiccia van Venkel, Finocchio. Heerlijk die combinatie. Sapori simpel, maar tegelijkertijd rijk. Een beetje zout, peper, ook heel voornaamst, dadelijk zout en peper, want we zien dat heel veel vocht en zo verlaat hij altijd zijn vocht en wordt hij op een keer heel mooi krokant. Zo hebben we aubergine mooi mengen, prachtig, ook niet altijd belangrijk, niet te veel olie, anders worden ze vettig. We gaan onze aubergine meer opleggen, dat die olie zo goed kan deppen. We gaan verder onze pizza beleggen. Daarvoor gaan we onze tomatenpulp kruiden. Zout, salé, peper. Snufje suiker. Heel erg, dat maakt die tomatjes ook zo wat zoet. Klein beetje basilicum. Heerlijk. Beste huwelijk. Voor de pizza en eigenlijk voor de saus, pomodoro en basilico. Dus tomaten en basilicum. Een beetje heel mooi dun. Heerlijk, die Zuiderse sapore de zoet. Prachtig, die lekkere aroma. Dit gaan we uitsmeren op onze pizza. Heel voornaamst altijd pollepelsaus in het midden. Uitsmeren. Respect voor de bodem altijd. Klein beetje bodem is ook lekker. Je moet ook altijd denken, als je pizza een lekkerste is, eigenlijk je pizza met de handen eten, dat je nog heel lekker vast in je mond. Super krokant. Mozzarella. Voilà, dat is de typische mooie verse mozzarella van koemelk. Dat hebben we mooi in plakjes snijden. Pizza is ook lekker, niet te veel beleg altijd. Pizza is eigenlijk om te genieten, met vrienden te eten, niet om je vol te eten.
overal mooi leggen. Mozzarella van koemelk. En een beetje honger. Ja, zeker. Voilà dan. Dan gaan we het afwerken. Die gaan we beleggen met een van de belangrijkste producten. Ook van de Italiaanse keuken. Salsiccia di Finocchio. Dat is een typische salsiccia die eigenlijk afgekruid is met zout, peper en venkel. Heel veel van het zuiden hebben ze, in Zuid-Italië. Die gaan we mooi beleggen. Liefst, zoals ik heb gezegd, beleg een pizza mooi langs elkaar, niet alles in het midden. Gebruik mooie, maar weinig en superverse producten. Je gaat een super capo lavoro thuis krijgen. Kijk eens hier. Prachtig smaak. We gaan er onze aubergine op leggen. Mooi, krokant, niet te vettig. Ze moeten ook in de oven nog bakken. Aubergine is trouwens een van mijn favoriete groenten. Mooi, zalig. Klein beetje basilico. We gaan er een klein beetje grana padano, dus hoeft niet parmigiano reggiano van die dure kaas. Die gaan we een heel mooi korstje opleggen. Kijk eens hier. Ik heb wel goed om nu op te eten al. Voilà. Pizza, salsiccia, worst en aubergine is klaar. We gaan die heel mooi in onze houtoven bakken. Voor degenen die thuis geen houtoven hebben, bak je op 250 graden gedurende een kwartier en je gaat een prachtig werk. Hier hebben we gewoon 3 minuten voor nodig, want onze oven is 400 graden. Onze pizza met worst en melanzane is klaar. Kijk eens hier, amici. Prachtig. Tot dan mangiasse tu solo, hè. Dat is voornaamst altijd als je die pizza snijdt, krokant. Die krokante beet die erin zit, dat moet dat zijn. Kijk eens hier, aubergine, mooi gouden kleur. Zeker niet te vettig. Die mooie mozzarella kaas. Ik hoop dat je kan bekoren met die lievelingspizza. Dankjewel. Lilia. Dankjewel, Pe. Alsjeblieft, vriend. Voilà, Elias, jij hebt een groter stuk, omdat je ook een grotere jongen bent. Antonio, de ondeugendste stuk. Ah. Zelf. Voilà. Buon appetito. Eet maar. Buon appetito. En jongens. Echt lekker. Pepe, wat vind je ervan? Super lekker. Beste vrienden, alle info van pizza, salsiccia, worst en aubergine vind je op Jan.tv. Surf er naartoe, ga thuis op je gemak te maken en ga er een capo lavoro van uit hebben. En ik zie jullie in de volgende aflevering van Pepe's Pizza. Signori, arrivederci!